Na een lang weekend vrij was het dankzij de koude wind nog steeds fris op het trainingsveld toen de groep vandaag begon aan de voorbereiding op het duel tegen NEC van komende zondag. De ene speler had wat meer last van het weer dan de ander. Midden in de Interlandweek was één international alweer terug, Kolbeinn Sigthorsson. Hij had goed nieuws voor Dennis Bergkamp, want met IJsland had hij 2-1 gewonnen in Slovenië. Joël Veldman meldde zich samen met Cuenca en Babel voor de hersteltraining onder leiding van Pim van Dort. Het drietal hoopt spoedig weer aan te sluiten bij de groep. IJslander of niet, na het uitstapje naar het milde klimaat van Slovenië wilde Sigthorsson een jek aandoen om zich te wapenen tegen de koude wind. Maar dat was lastiger dan gedacht. Het jek beschikte over een eigen wil en liet zich niet temmen. In tegenstelling tot de interland van IJsland tegen Slovenië gaf Sigthorsson zich ditmaal gewonnen. De ervaren John Bosman had het allemaal gezien en stak hem na afloop nog even een hart onder de riem. En terwijl Dennis Bergkamp nog even het programma van de dag doornam, dacht Cuenca alvast aan de dag waarop hij met warm weer zijn rentree zal maken.